Goedemorgen dames en heren, welkom bij Weert Beweegt. We gaan weer lekker bewegen vandaag. We beginnen met de warming-up, dus kom allemaal staan en ga lekker meedoen. Goed zo. Zijn jullie er ook klaar voor? Ja? Oké, dan beginnen we. Rustig stappen. Denk weer goed aan je houding, goed rechtop. Ja? Denk weer aan je voetafwikkeling. Eerst je tenen, dan je hak. Mocht het fijn zijn, het wiebelt een beetje, je mag de stoel vastpakken. Hoeft niet. Oké, de armen gaan een beetje mee. Goed zo. We beginnen met de armen niet helemaal strekken. Ik zal het een keer zo voordoen. Maak vuisten, maar ga niet knijpen, gewoon losjes. Oké, dan gaat hij langzaam buigen. 1, 2, 3. Hier ook niet knijpen, niet naar je schouders trekken, rustig. Langzaam weer terug. Oké, weer eens langzaam. 1, 2, 3, 4. En langzaam terug. 2, 3, 4. Nog een keer langzaam. 1, 2, 3, 4. En weer terug. 2, 3, 4. En 1, 2, 3, 4. Langzaam weer terug. 1, 2. We gaan het tempo iets opvoeren. Dan komt hij. En 1, 2, terug. 2, 1, 2, terug. 2, derde keer. 1, 2 en terug. Goed zo, denk aan dat je niet gaat knijpen. En we gaan dadelijk nog een keer sneller. Dan gaat hij. En 1, terug. 2, terug. Goed zo. 3, terug. En 4, blijf goed rechtop. Nog 4. 3, goed zo. 2, en de laatste. 1, blijf op de plaats. En 1, we gaan klappen. 1, 3. Goed zo. 7, 8 en weer stap. 2, 4, 5, 6 en dan gaat hij weer met de armen. 1, 2, 3, 4 en terug. Oké, nog een keer. 1, goed zo. En terug. Let op dat je niet knijpt. En terug. En nog een keer. En we gaan nog een tempo nog een beetje opvoeren. Dan gaat hij weer sneller. En 1, terug. Goed zo. 2, let ook op dat je je armen niet helemaal doorstrekt. Ja, goed zo. En 5, 6, 7 en 8 en stap. En we gaan weer klap. 6, 7 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, lekker losjes. 7, 8 en weer stap. 2. We beginnen weer met de armen, we gaan weer omlaag. 7, dan komt hij. En 1, 2, terug. 2 en weer op. 1, 2 en terug. 2 en 3, terug. En nog één keer. 1, 2 en goed, de armen schudden we los. Lekker losjes. Goed zo. En dames en heren, goed gegaan. Keurig. We gaan nog even de adem in. En blaas uit. Goed zo, nog één keer adem in door je neus. En blaas uit door je mond. Goed zo, we gaan door naar het conditionele stukje. Oké, dames en heren, we gaan verder met het conditionele stukje. We beginnen weer eerst te stappen. Goed rechtop. Ja, strek uit. Schouders blijven laag. En denk weer aan je voetafwikkeling. Eerst je teen, dan je hak. Oké. We gaan dadelijk de easy walk doen, noemen we dat. Dan stappen we naar voren, sluit bij en dan stappen we naar achter. Dus we beginnen eerst langzaam tempo. Begin met de rechtervoet. Voor, sluit, achter, sluit. Voor, sluit, achter, sluit. Voor, sluit, achter, sluit. Nog één keer. Voor. En we gaan het tempo iets opvoeren. We gaan sneller. En 1, 2, achter, achter, voor, voor, achter. Goed zo. Voor en achter, voor en achter. Nog 4 keer. 1, terug, voor en achter. Nog 2 keer. Goed zo. Neem je armen lekker mee. Blijf rechtop. Voor en achter. En weer sluit. We gaan hetzelfde doen met het linkerbeen. Langzaam tempo. Beginnen we eerst met links. Voor, of rechts, sorry. Nee, met links. En voor,
sluit en achter, sluit. Dus de derde keer. Sluit en achter, sluit. Voor, voor, vierde keer. En we gaan het tempo weer opvoeren. Dan gaat hij en voor, twee, achter, voor en achter. Voor en achter, voor en achter. Nog vier keer, voor. Goed zo, blijf rechtop. En nog twee keer, twee, goed zo. En nog één, en sluit, sluit. En we beginnen weer met het rechtervoet. Daar gaat hij. Voor, langzaam, achter, sluit, tweede keer. En we gaan gelijk door met snelle tempo. Acht keer voor en één. Goed doorstappen, twee. Als het te veel wordt, kun je ook de pasjes kleiner maken. Dus klein, onrustig, kleine pasjes. Goed zo. Ja, en wij maken weer groot. En sluit. 1. Goed los. Beginnen weer met het linkervoet. Langzaam. Langzaam voor. En achter. Goed zo. Voor, voor. Sluit. En achter. Sluit. Sneller. 1. Armen gaan weer lekker mee. Blijf rechtop. Goed zo. Derde keer. Gaat het hier goed achter? Ja? Prima. Goed. En voor. Terug. En voor. En terug. En sluit. 2, 3. We gaan gelijk beginnen met het snelle tempo. Rechtervoet. En 1. Terug. 2. En terug. 3. Terug. En 4. En nou nog 4 keer met de armen hoog. En terug. Armen hoog. En terug. Derde keer. Op. Terug. En de vierde. En weer sluit. 1, 2. Gaan we weer verder met de linkervoet. 6, 7. En snel. En 2. Goed zo. Derde keer. Goed zo. En de vierde. En dan komen de armen er weer bij. En dan gaat hij voor. Goed zo. Achter. Voor. Achter. Derde keer. En de vierde keer. En weer veer. 1, 2, 3. Let op, weer gelijk rechts met de armen erbij. Voor. Achter. Voor. Achter. Voor. Achter. Voor. Achter. Voor. En voor. En veer. 2, 3, 4. Hetzelfde links. 6, 7. Daar gaat hij weer. Voor. En achter. En voor. En derde keer. Goed zo. Ga door. En 4. En 5. Nog 3 keer. 2. En 1. En sluit. 6, 7. En stap even uit. Goed zo. De armen ook gelijk even losschudden. Goed zo. En we ademen weer in door je neus. En adem uit door je mond. Goed zo. Adem in. En adem uit. Oké, dames en heren. Goed gewerkt. Dames en de heer achter mij ook. Prima gedaan. Op woensdag 21 mei, de derde woensdag van de maand, is er op de Roos het Alzheimer Café. Bij het Alzheimer Café geven ze informatie over mensen die met dementie en Alzheimer te maken hebben. Op deze avond, 21 mei, gaat het over de juridische aspecten die om de hoek kunnen komen. Een notaris komt vertellen over bewindvoering en wat er allemaal rondomheen kan gebeuren. Iedere derde dinsdag van de maand is er Alzheimer Café op de Roos. Vanaf 7:30 bent u hartelijk welkom en er wordt voor koffie gezorgd. Mijn naam is Ted Altra, ik ben 55 jaar. Ik heb 28 jaar bij Defensie gewerkt en in die tijd heb ik een hobby opgebouwd, atletiek. Ik ben dan ook ruim 25 jaar werkzaam in de atletiek. Ik ben trainercoach 4, nu aangesteld als combinatiefunctionaris bij de atletiekvereniging Weert. Daarnaast werk ik voor Irmato VCW als krachttrainer voor het regionaal trainingscentrum wielrennen in de sportzone Limburg. Ik ben gevraagd mee te werken aan het project Bewegen op Maat en uiteindelijk aan dit project Weert Beweegt. Enorm belangrijk om daaraan mee te doen. Bewegen, dat is belangrijk. Minimaal 30 minuten per dag. En ik hoop dat we u kunnen enthousiasmeren. En ik reken erop dat u mee gaat doen. Nu u nog. Goedemorgen dames en heren.
Nu is het tijd voor een spierversterkende oefening en we gaan wat aandacht besteden aan de armen. Die hebben we iedere dag nodig, boodschappen tillen, thuiswerken. We gaan rechtop staan, voeten schouderbreedte, knieën weer heel licht gebogen. Lekker ontspannen in de schouders. En we zetten de armen naar voren, ellebogen tegen het lichaam. En we gaan de voorkant bovenarm wat trainen. En we gaan die langzaam omhoog doen. En weer terug. Niet overstrekken van de ellebogen. Rustig omhoog. En weer terug. Lichte vuist maken. Niet te veel knijpen in de vuist. Het gaat om de voorkant. Bovenarmen. En weer terug. Nog drie. Rustig doorademen. Nog twee. En de allerlaatste. Oké, en we schudden even los. We doen het nog eenmaal. We gaan weer staan, voeten schouderbreedte, knieën licht gebogen, ellebogen tegen het lichaam, lichte vuist. En dan gaan we omhoog. En één. En terug. Let erop dat u bij het beneden gaan niet gaat overstrekken. En terug. En drie. En vier. Rustig doorademen. Romp rechtop. Nog twee. En de laatste. Eén. Prima. En we schudden even los. Dit was de voorkant van de arm. We gaan nu naar de achterzijde van de arm. We zetten de voeten weer schouderbreedte. Rechterhand in de heup. En de linkerarm tillen we iets op. Lichte vuist en we strekken de arm naar buiten. En we laten alleen de onderarm weer zakken. En daar gaan we. En weer terug. Vijf. En vier. Prima. En drie. Twee. De allerlaatste. En weer los. En we schudden even los. En we wisselen van zijde. Linkerarm in de zij. Rechterarm gebogen. Duim naar beneden. Daar gaan we. En terug. Bovenarm niet te hoog optillen. Bijna tot horizontaal. Rustig doorademen. Strek. En buig. Nog drie. En twee. En één. En we schudden even los. We gaan naar de volgende oefening. Weer de voorzijde. Klein beetje achterzijde. We gaan weer staan. Armen langs het lichaam. We doen weer de biceps curl. Voorzijde omhoog. En tillen ook de armen wat omhoog. En we gaan weer terug. Ellebogen omhoog. Voorzijde omhoog. Van de zijkant. En we tillen de ellebogen omhoog. En weer terug. Knieën licht gebogen. Romp rechtop. En weer neerwaarts. Naar beneden. We doen het nog vier maal. Drie. Twee. Eén nog. En de allerlaatste. En omhoog. En we schudden de arm even los. Dank u wel. Goed meegewerkt. Dames, nogmaals bedankt. Tot de volgende keer. Dames en heren, het zit er weer bijna op. We gaan verder met de cooling down. We zijn aardig met de armen in de weer geweest. De schouders hebben we getraind. We gaan dus de nek wat lekker ontspannen. Voeten schouderbreedte, knieën weer licht gebogen. Laat de armen maar weer lekker zakken. En we gaan rustig ons hoofd naar de zijkant bewegen. En naar de andere zijde. Rustig op en neer. Indien mogelijk mag u ook uw hoofd vastpakken. Dan trekt u uw hoofd wat verder. Let er vooral op dat u uw hoofd niet gaat draaien. Dus alleen maar naar de zijkant. En vooral niet gaan draaien. Ja, we doen het nog twee maal.
eenmaal links. En eenmaal rechts. Even vasthouden. Oké. We gaan de bovenarm wat rekken. Wat u mag doen is dat u uw hand achter op de schouder legt. Op uw rug. Andere hand duwt u tegen bovenarm en u drukt uw arm wat naar beneden. Dan voelt u hier wat rek ontstaan. Van de zijkant ziet dat er op deze wijze uit. En u duwt uw arm wat verder naar beneden. En dit houdt u 8 tot 12 tellen rustig vast. Stevig staan. Rustig doorademen. En even ontspannen. En we pakken de andere arm. Breng hem achter naar de schouder. Duw weer tegen uw bovenarm aan. En duw hem maar naar beneden. En u voelt zelf hoe ver u kunt gaan. U voelt de spanning op de spier. En ik kan hem nog een beetje verder duwen. 3, 2, 1. En los. Doe hem nog eenmaal. Andere arm. De schouder. Duw weer tegen. Arm aan. En ik duw mijn arm verder naar beneden. En hou dat weer even vast. 8 tot 12 tellen. En gedurende de oefening kunt u misschien nog een klein beetje verder duwen. Dat u weer iets verder komt. De spier wordt nu langer. En we schudden los. Laatste maal. Arm achterop. En duw maar naar beneden. 8 tot 12 tellen. Rustig doorademen. Ik kan weer een beetje verder duwen. En los. En we eindigen met de ademhalingsoefening. We ademen diep in door de neus. Breng de armen omhoog. Adem uit door de mond. Nog eenmaal. Arm omhoog. En we danken u weer voor uw aandacht. Dames, bedankt.